Maar ik weet niet of die. Oh, wacht, gaat hij dan terug naar de overworld? Dat weet ik niet, hè. Of heb je twee of één deur nodig? Oh. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik hem heb. Yes, ik heb hem. Godver, yes. Oké, ik loop terug. Ik heb weer geen bouwblokken mee, hè. Zodat ze... voor het geval dan met een zo zorgen van... Hé, je kan hier gewoon... Hier is het, hoor. Weet je nog hoe dat met naar de maan hadden Doodgaan gedaan? Nu. Delano, hadden we toen één of twee deuren nodig? Twee. Ah, oh, oké. Twee, dat weet ik nog. Dus. Nou, het is eigenlijk hetzelfde verhaal volgens mij dan naar de maan. Ja, dat zou best kunnen. Oké, je moet maar zeggen wanneer je die dingen hebt. Ja, ja, ik probeer een beetje van het water af te komen nu. Ik wil tegelijkertijd niet in één keer naar beneden gaan. Oké, naar beneden. Ik heb nog 13 Eye Venoms, dus I'm good to go als ik niet dood ga hier beneden. Straks is de end ook in één keer helemaal anders. Wat? Hoe maak je fucking... Quartz. Dat is de enige mogelijkheid die ik niet check dan. Wat? Hoe maak je fucking arrows? Test ik elke mogelijkheid en dan... vergeet ik er één. Wauw. En het is goed dat ik ze allemaal heb meegenomen, want ik heb ze alle 12 nodig, zie ik. Ik heb hier nog 32 Ender Pearls. Ja, dat weet ik, maar daar hebben we niet veel aan. Wat voor... Ah, oh! Jezus, wat is dit nou weer? Daar zo, dicht. Dat was ook dom. Ja, oké. Okay. Nou, Yuri, sta je klaar bij dingen trouwens, want... Jij hebt trouwens je netlaunch niet eens mee. Ah, kut. Oh, wauw, we zitten misschien ook weer in hem. Ah, waar is Skeleton? Nee, hey, Delano, jij hebt je netlaunch niet mee. Ja, ik weet het, maar als ze eenmaal die deur hebben, dan kan ik terug, hè? Oké, dan laat ik die hier achter. Okay. Ik ben nu de dingen erin aan het doen. De ogen. Oké. Okay. Ik heb alles erin gezet en ik ben erin. Yuri, dus zorg voor dat ik klaar sta. Oké. Ik sta klaar bij de deur. Kunt wacht. Als dit niet werkt, hè? Nee! Kut! Nee! Nee! Ik ben wel kutzooi! Dat sloeg echt nergens op dit. Godverdomme. Wat? Oh, ik wou gewoon even. Ik zat zeg maar net niet op dat eiland, hè? Dus ik wacht. Oh, ik maak even snel een brugje. Komt die draak door de muur en slaap hem eraf. Wauw. Dat dacht ik al hoor. Fucking hard bullshit. Oh nee, hè. Oh, kom op. Jezus hoor. dat slaat echt nergens op dit. We moeten echt gewoon die draak zien te vangen. Dus. Anders, plaatsen zeg maar die. Deur vanaf zeg maar. Ja, ik heb die deur niet meer, hè? Oh ja. Ik had niks meer. maar dan kunnen we, als we daar terug gaan naartoe gaan. En ik heb daar riftdingen niet meer. Oh, kom op zeg. We moeten echt dat ding vangen. En. Dood maken. Wat als we nou gewoon serieus simpel even een deurtje meenemen? Gewoon even één dimensional door. Kan ik dan niet gewoon weer terug gaan? Wacht, oh, ik check het even. Klote zooi, dat was echt ik heb zo hier een rift signature. Oh man. Oké. Nou, unstable door. Nee, wacht, random destination. Dat wil je niet. Nee, inderdaad. Wacht. Place anywhere in pocket dimension. Dat is een warp door. En ik weet niet of dat werkt in de end. Damn it, dat hebben we echt niet nodig, dit. Maar kunnen we daar niet beter gewoon hier een portal zetten naar die portal, zeg maar, in deze overworld? Ja, maar hoe gaan we dan terugkomen als we helemaal in de end zijn? Ah. Dat was het probleem. En dat gaat dus niet, blijf met die kutraak zo dicht in je smoel. Maar hier is nog zo'n rift signature, die heb ik net gemaakt. Oké. Nou, we hebben er nog één. En dat teruglopen gaat fucking lang duren, want ik ben nu al de coördinaten kwijt. En ik heb random een gat in de oceaan gegraven. Vlakbij een ding dan wel.
Dus ik zit echt nu te denken, wat de fuck moeten we nou doen? Dat is zo flauw. Het liefst wil ik erin gaan en dat ding vangen. Gewoon proberen. En weet je wat, Yuri? Heb je nog een keer voor me? Moet je het even aan me geven. En dan gaan we er gewoon op af. En we zien wel of die deur werkt of niet. Je kan ze zo iron maken. Ja, waar is al dat iron stuff? Oh, nu kan ik ook weer niet in die kutmachine. Oh, ik heb hier nog 60 iron. Oh, oké, geef maar. Dat is al genoeg. God dang it. Helemaal niet leuk dit. Helemaal niet leuk. Nee. Loopt het raak. Nee. Oh, serieus. Dus we gaan het even heel snel. Gaan we er dan weer trap af. En dan gaat Yuri ook maar gewoon mee. Kan ik nog wat deuren maken. En dan kijken we of het wel gewoon werkt. Of we er alvast eentje maken. Ik heb iets te veel. Eén dimensional door. Twee dimensional door. En dan plaats ik gewoon dit ding hier al. Zo. En nog niet erin gaan. Nog niet openen. Heb je die rift gedaan? Nee, ja, ik heb die al gedaan. Dus die staat op die plek al. Maar zolang we daar niet in gaan, is die nog niet gelinkt naar een andere dimensie. Hè? Dus laat dat maar daar. Dan neem ik nu dat andere ding mee. En die plaats ik dan direct in de end als ik er ben. Dan doe ik gewoon hop, plaats. En dan gaan we er allebei in. Zo snel mogelijk weg van die end, zeg maar. Want als het goed is, breekt die geen blokken. Oké. Okay. Dus, oké. Okay, wat waren die coördinaten? Waar heb je die launcher? Die zat in deze, of die andere. In deze, oké. Okay. Oké, okay, nou, we gaan kijken of we die fucking dingen kunnen vangen. En als we die kan... fucking baas. Ja, dat is een fucking baas. Oké, okay, we gaan. Wacht, eerst pitten. Ik heb geen zin om daar weer last van te hebben. Ah, kom op, het is alleen nacht. Hè, huh, wat? Ik zit erin hoor. Ja, klik. Wauw. Oké, okay, nou, ik heb wel geen ding. Oh, ik heb geen bow. Heb je nog een bow? Nee. Maar je kan er denk ik wel maken. Ja, ik maak even snel een bow. Dan. Oké, okay, hoeveel arrows heb je nog uiteindelijk? Ik heb er hier 64. Hier is ah, kijk, mooi. We hebben nog een stack arrows. Ieder een halve, dat is wel genoeg. Oké, okay, jongens, maar dan wordt dit is echt de big attack. Als dit niet werkt, dan zijn we dus keihard fucked. Ik heb trouwens maar een halve bow. Oh, heb je trouwens ook een pickaxe mee? Die moeten we ook meenemen, hè? Oh, hier is nog verder. Oh, wauw. Oh, wacht, tuurlijk. Ik had allemaal feathers meegenomen. Die zijn nu ook weg. Jammer. Delano, kijk, hier is die halve stack. Hm? Oh. Dank je, dank je. Waar is de flint? Eten heb ik nodig, waar is mijn eten? Is er nog flint? Oh, daar. Huh? Wacht, ik pak dit wel, dat is wel beter. Zo, al die fucking net launchers. Hoe activeer ik? Oh, schiet ik ook alweer? Oh, gewoon schieten. Nice. Oké, okay, dus ik heb jou, jullie twee zijn die twee worden onze savers. Dat moeten we echt wel proberen. Oké, okay. Ik ben er klaar voor jullie, jij ook? Misschien nog even snel wat laatste beetje eten? Ah, oké, okay, dat is beter. Ja, ik heb 18 steaks mee, dus. Ja, oké. Okay. Let's go. Heb jij een launcher mee? Ja, ik heb een launcher mee. Het was die kant op. Het is echt een pocket end. En we moeten een stukje door de oceaan, maar dat maakt niet uit. Dan maken we ter plekke wel een boot. Oké. Okay. Ik heb hier nog een Oké, maar we moeten echt even een plan denken. Want die draak, die sodemietert ons er waarschijnlijk binnen 2 seconden af. Dus wat ik zit te... Oh nee, wacht, dat gaat ook niet werken. Ons insluiten erin. Zeg maar... Naar binnen rennen. Want ik heb nu een klein gaatje gemaakt. Naar binnen rennen. En dan daarbinnen zijn we ons afsluiten. Maar dat werkt ook niet. Want dan komt die draak en die vermoordt ons toch. Heb je trouwens nog je oxygen op? Ja. Oh nee, nee. Want ik zie dat wel. Oh lol. Dat heb ik niet meer. Oké. Okay, maar hoe heet het? We moeten dus echt gewoon super snel naar die fucking... dat ding plaatsen. En we moeten allebei dan door die deur gaan. Dat we daar weg zijn uit de end, zeg maar. Oké. Okay. Dat is zeg maar ons doel. Als we dat hebben gedaan, dan zijn we als goed is safe. Dan kunnen we in ieder geval, met al het armor wat we nog thuis hebben, kunnen we steeds nieuwe keer maken en terug gaan mochten we doodgaan. En hier hebben we trouwens kippen, dus. Kippen? Maar nu heb ik die... Oh, ik heb flint wel mee. En hout? Ik heb sticks mee. Nou, hier is dus die village, waar ik het over had. Die al geloot was. Okay, en hier hebben we snoeper. Heb die ook gelijk een naam gegeven? Alles los eten van nu snoeper bij mij.
Oh, ik wil even kijken, maar waar blijf je? Waar bluft hij? Ik ben nogal traag van begrip, begrijp je? Oké. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig, Yuri? Bijna een uur alweer? Een uur. Maar bij episode 50 gaan we gewoon helemaal door of zo, special dan. Dus het worden gewoon twee episodes van 25 inderdaad. En dan wordt episode 50 al de rest. Maak jij zo lang met erover doen, dat wordt gewoon al de rest. Al is het anderhalf uur. I don't give a shit. Oké, de coördinaten waren 800 plus en dan nog iets, wat ik niet meer weet. Maar ik weet wel dat het ergens vlak voor de kust van een desert is. Dus. Oh wauw, je moet... Oh fuck. Je moest nog best wel ver lopen eigenlijk. Ja, klopt. Hier is een rivier, oké, dat klopt ook. Naast een andere desert. Er is een stik die van de desert op deze map eigenlijk. En pumpkins. Waarom loop je zo snel? Hé, die pumpkins kunnen we meenemen voor die Ender Dragons. Gewoon puur voor die Ender, voor die normale... Delano, ik ben kwijt. Maar... Yuri. Ik loop nu zo'n berg op. Oh, daar. Hallo. Oh, wauw. Oh. Spawn er bijna. Oké, het is in ieder geval verder naar hier. Als ik het goed heb. En met... Klote draken, serieus. Klote draken. Ik zag alleen nog zijn hoofd, hè. Zijn hoofd zo heel blij door die muur heen. Hallo, en die sloeg me eraf. Yep. Oké. Wat was het? Ik kwam random aanlopen, er valt een appel uit de boom. Wauw. Gewoon zo van, wat? YOLO. Yep. Oké, nou, waar is die oceaan? Ik heb trouwens geen Minecraft gehad. Oh, van mij. Nee, ja, ik wel. Oké, is dit de oceaan? Dit is... De deel ervan. Wauw. Beetje fucked up hier. Oh crap. Vergeten. Nee, we moesten er heen. Remember. Het was... Nee, wacht. Het was die kant nog verderop. En dan oversteken. Bijna het voedsel verteren. Wacht. Oh, dacht. Het was die kant op. Ja, ik zie het. Ah, phew. We liepen bijna verkeerd. Toch gewoon die kant op, want Delano, jezus. Daar kan ik niks doen. Ik sloop riet en ik eet tegelijk. Kan je niet, hè? Jawel. Oké. Okay. Tuurlijk kan ik dat wel. Ik kan alles. Oh, alles zo. Yuri, die claimt gewoon even dat hij alles kan. Ja. Oké, hier moeten we dus door. Maar misschien is het sneller om hier via eiland te hoppen. Wauw, dit ziet er echt raar uit. Het is olievlek. Ja, ik weet het. Het is ook fucking groot, hè? Ja. Oké. We zitten redelijk in de buurt. We moeten hier een stukje zwemmen. Het is niet gek. Het is niet zo super ver, als het goed is. En hier is een random gat. Oké. Ook al was dat niet het goede gat. En dan moeten we daar ergens zitten. Een kust van een... Hoe ver is het? En dan zijn we er. Hey, ik gok nog max zo'n 50 bloks die kant op. En dan zien we de desert. Dus het is een klein stukje zwemmen, maar het valt mee. Oké. Okay, bingo, nou, is het nog ver? Zijn we er al? Bijna, Yuri. Ik zie de desert al terug, dus die kant met je op. Ik niet. En dan gaan we die draak even op zijn smoel geven, want dat pikken we niet, natuurlijk. Ik zie maar dat is fucking baas, die Ender Dragon. Mod? Oh wacht! Ender Dragon die mod natuurlijk alle blokken dat niet in de end is. Oh. Wordt er een leuk gevecht. Als we hem echt kunnen meenemen naar de overgrond. Maar jongens, even serieus, we willen het wel gewoon af. Hoe heet het? Als deze missie faalt is met Dimensional door, zeg maar, om dat te plaatsen en er door te gaan en zeg maar, daardoor safe thuis te komen en alles. Dan denk ik gewoon dat we hem gewoon gaan incheaten in de overworld. Kan wel. Als het goed is wel, ja, gewoon slash spawn Ender Dragon, dat kan denk ik. Maar dat doen we echt gewoon puur omdat we een leuke finale willen hebben. En dat niet zo abrupt eindigen met episode 5. Van ja, het lukte niet jongens, maar we stoppen toch. Dan cheaten we hem wel. Dus dan is het wel cheaten, ik weet het. Maar dan hebben we tenminste een leuk einde. Dus. Inderdaad. Maar hopelijk werkt het gewoon. Oké, het is hier in de buurt. Oké, ik ben nu even op zoek naar de gat. Was het in de desert? Nee, net niet. Het was net hier op de kust. Oh, waar is het hier? Kom op,
Nee, dit is een gat gewoon. Oh, goddammit, het was hier. Maar, waar? Oh, crap. Het was hier ergens, maar waar? Ik denk trouwens dat we ook gewoon bij de test naar beneden kunnen gaan, of we hem dan wel tegenkomen ofzo, hoor. Hé, hey, dat is een heel groot gat. Nee, het was geen groot gat, het was echt een 1x1, zeg maar. Maar dan is het een heel groot luchtgat. Huh? What the fuck? Wat? Kom eens naar mij toe. Oké, okay, wacht, waar zit je? Hier, onder je, links. Link, wacht. Link. Dat is rechts, ja. Oh, ja. Oh, wat? Oké. Wauw. Seems legit. Oh, nu kan ik misschien even beter kijken waar dat ding zit. Ik zie het niet. Ja, wacht, blijf hier. Ik kom zo op dit terug als ik op die fan. Is dit hier gewoon? Top een stukje zand kapot. Oké. Okay. Is het daar? Nee. Ik moest ademen. Wat heb ik? Sorry. Ik kom hier net uit, fucking moeilijk. Goddammit, waar is het? Je moet gewoon toortjes bij de hand hebben. Oh, you know. Dan kan je gewoon ademen. Was het niet verder terug? Wacht even. Wacht even, het was in de buurt met de dirt. Waarom heb je dan ook geen sign gezet? Ja, de sign. Alsjeblieft zeg. Ja, ik bedoel gewoon een paal, hè. Yo, ik heb het! Ik heb het! Oh, oké, laat maar. Het is hier. Zag je me? Naar beneden gaan? Ja, ik zag het. Heel. Oh ja, tuurlijk. Pas op hier, Juri. Ik moet wel eventjes opnieuw naar beneden. Oh, ik heb geen pickaxe mee in het lopen. Oh, jij moet voor me graven. Oh, ik wel. Ach, oh, gelukkig. Anders dan zijn het fucking kut. Nou, graven. Waar? Graaf gewoon dit blokje weg. Dan komt het water en dan kunnen we door het water gaan. Ja. Hoi. Tam. Oké, hier is het. Oké, Juri. We moeten echt snel zijn. We springen in de dingen. Kan jij het eventjes, zeg maar, vooruit rennen en een beetje die Ender Dragon terugslaan? Probeer jij dat te doen? Okay. Dan probeer ik meteen dat ding te plassen en... Oké, go! Nu! Oké, aan de kant. Okay, oh, fuck. Dit is echt niet leuk. Erin, Juri. Hier. Yes! Oké. Okay. Wow, wat is dat voor spawn, man? Wat? Dat is echt een onmogelijke spawn. Ja, ik weet het, hè, godver. Maar het is gelukt, jongens. Yes. Oké, dat is stap 1. Nu is het gewoon die Ender Dragon vangen. Simpel. Dus neem bouwblokken mee of zo. Oké, mooi. We hebben een fatsoenlijke bouwblok. Gewoon cobblestone. Ik heb dirt hier, dat is makkelijk op weg te halen. Maar ook voor die Ender. Oké, ik ga weer terug. Ik neem alleen mijn net. Wacht, neem jij je netlaunch nog niet mee? Voor het geval dat het zeg maar niet lukt en ik doodga met de netlaunch en we allebei doodgaan, dan kunnen we het niet meer proberen. Oké. Okay. Ik ga. Waar is die? Go. Kut spawn, hè? Serieus. Oh mijn god. Oh, is het daar? Ik heb het gevoel dat die ineens echt door me heen gaat glitchen. Ja, ik weet het. Goddammit, ik kan niet achter je aan ook, hè. Ik heb geen dingen. Oké, ik zie hem. Ja? Ja, maar ik niet. Hij is hier weg. Hij is aan de andere kant van het eiland. Maak een gat. Oké, ik kom eraan. Hoezo? Heb je niks bij? Ik heb geen pickaxe bij, zei ik toch? Hij is hier. Nee, hij is er niet. Ik hoorde hem. Ja, ik zie hem. Ik sta er bovenop. Oké, goed. Ik kom eraan. Oké, ik ben zit er. Zit je boven? Ik ben er. Oké, waar is die draak? Daar. Kan je hem zien? Ja, ik zie hem. Ik wacht even tot hij naar ons toe duikt en dan ga ik hem proberen te vangen. Oh mijn god. Kom hier. Oké, ik blijf bij jou staan tot hij echt een duikvlucht toe naar ons. Oké. Alsjeblieft werk. Ik wil hem vangen. Maar dan valt hij niet aan. Moeten we misschien één keer... Daar komt hij. Oh jee. Kom op. Nee! Oeh. Maar je hebt wel iets gevangen. Heb ik iets gevangen? Oh nee. Ben je dood? Oh nee.
Nee, maar ik ga zo dood. Kut, sorry, dus ik kan het niet vangen. Ik kan het niet vangen. Kut. Gaan we nog gewoon zo tegen vechten dan? Ik heb geen arrows, Jure, ik heb nog die arrows. Oh, sorry. Ja, ik heb alleen mijn arm ding mee. Die arrows heb ik jou gegeven. Nee. Had je me die gegeven daarnet nog, voordat toen ik dood ging, of wat? Weet ik niet. Oh, nee, of ik heb ze weggezet. Fuck. Komt hij weer? Ik ga nog een keer gooien. Nee, het werkt dus echt niet, dat ding kan je niet vangen. Volgens mij is zo'n Enderman geëggoed op de dingen zelf. Ik heb een Enderman gevangen. Ik heb maar gewoon een Enderman gevangen dan, hè. Oeh, bitch. Oké, okay. Oh wauw, je bouwt er ook gewoon naartoe. Oké, okay. Heb je nog wel arrows dan? Een aantal. Ben je gegooid, geef me. Ja, dat zijn er wel 16. 18. Nou, goed. Gewoon goed aimen. Goed, probeer te aimen. Oh, gewoon goed aimen. Al die en minimale miss proberen te... Kapot, maar oh shit, erover. Oh, fuck. Hij stacht me. Je gaat hem inderdaad niet worden. We hebben veel te weinig arrows mee. Ja. Kom op, zeg. Oh mijn god. Waarom kan je nou niet vangen? Wat? Dat ze zo vet zijn. Ja, inderdaad, hè. Probeer het anders nog een paar keer. Ik heb het geprobeerd, ik mikte echt op zijn smoel, maar het werkt echt niet. Waarom? Ga weg. Wat is er met... Ik heb geen arrows meer. Oké, dat gaat het niet worden. Oh man. Oké. Yuri, gaan we hem anders gewoon spannen over worden. Dat kan hij tenminste niet healen. Probeer het te spannen, oké? Dat is wel super cheat eigenlijk. Ja, het is super cheat. Nee, maar gewoon... Ik wil echt gewoon een epic einde. En dit gaat niet lukken met te weinig arrows en alles. Beetje jammer, dat klopt wel, maar... Oh fuck, en waar komen we vandaan? Nou, ik heb nog 12 arrows, hoor. Ja, maar er zijn meer dan 12 gestallen over, en... Als je geen een van die arrows mist, dan ben je wel super pro. Oh, fucking hell. Fucking hell. Ja, Yuri, ik ga terug, hoor. Sorry. Okay. Dit gaat er echt niet worden, dat zie ik nu al. En ik wil echt wel een beetje epic einde hebben. Dus jongen, het is misschien een beetje... Jongens, het is misschien een beetje een oneerlijk einde. Hij komt achter jou, Delano. Zijn we vanaf? Fuck. Nee, Endermans. Fuck. Catch die. Help. Ik beste. Ja, straks vang ik jou. Oké. Nice. Ik heb nog één over. Ik ga nog één keer op die draak proberen en probeer even dat pad terug te graven voor mij, waar ik in één keer door kan gaan. Ik kan weer draak. Nee. Ik wil echt net zeggen van raak die Enderman niet. Hij komt op jou af. Ja, oké. Okay. Nope, weer mis. Nou ja, raak maar. Dan ben ik niks. Oké. Okay. We gaan terug. Heb je al een gat gegraven of niet? Jori, waar is het gat? Er is geen gat. Kom. Kan je geen gat maken? Ik heb geen pickaxe mee, zei ik toch? Oh mijn god, moet ik weer trekje gaan doen zeker? Ja. Oké, ik ben er, ik ben weg. Daar. Oké, zo. En dan gaan we gewoon met de zwaard gaan we proberen aan te vallen. Maar ik denk echt niet dat dat zomaar kan hoor. Mijn spawn. Probeer het. Hallo meneer. Ik ben ook terug. Er zijn twee enemies hier.
Oké. Maar probeer maar eens te spannen. Even kijken hoe dat moet. En anders, dan is dit toch wel het einde helaas. Dus ik wacht heel eventjes. Dus dan stop ik even mijn recorden. En dan komen we zo terug met of Yuri die weet hoe we de Ender Dragon moet inspannen. Of gewoon om af te sluiten van deze serie. Oké. Dus tot zo. Jo. Oké, ik film weer. Ik ook. Helaas jongens, helaas er is geen mogelijkheid om de Ender Dragon te spannen in deze wereld. Dus dan ben ik bang dat dit het einde is van deze serie. Yuri, heb je nog iets te zeggen over deze serie? Wat vond je ervan? Wat vond je van Tacket? Nou, wetenschappelijk ben ik veel te weten gekomen over deze modpack. Wetenschappelijk? Ik heb veel geleerd voor... Nou, laat maar. Ja, je hoeft je script niet op te lezen, Yuri. Nee, het was wel vet een modpack, maar... Ja, het is gewoon jammer dat hij zo weinig update en zo. Ja, inderdaad. Dat is ook super jammer. Maar Hexit is wel ook een beetje zo, denk ik. Maar in Hexit zit genoeg om echt gewoon te doen. En het is heel anders eigenlijk. Het is heel anders. Het is compleet nieuwe mods, compleet nieuwe alles ontdekken. En ik weet er heel weinig vanaf. Dus daar gaan we al redelijk snel mee beginnen. Met Hexit. Dus waarschijnlijk al over een paar dagen. Of misschien zelfs, ik weet niet of het met Yuri zit. Maar dan moet ik zo meteen wel even aan hem vragen. Misschien zo meteen hier direct hierna al. Je vraagt wel heel veel van mij. Ik weet niet. Ja, misschien. Kunnen gewoon even om erin te komen. Maar goed. Dus jongens, ik hoop dat jullie al genoten van Tacket. Laat even een flinke lading duimpjes achter op deze video. Flinke lading likes. En subscribe. Ja. En dan zien we jullie hopelijk bij de volgende serie van Hexit. Dus bedankt voor het kijken. Bye bye. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer.